Rolly is onze nieuwe aanwinst. En is een mp3-speler die zijn emoties kwijt kan, door middel van dansen en bewegen en licht. In plaats van dat het op een mp3-speler is wat ja, in je binnenzak gaat, gaat het nu op de Rolly. En de Rolly verzint daar zijn eigen dans bij en zijn eigen kleur en zijn eigen muziek. Dit is bijvoorbeeld het paradepaardje, de platste tv ter wereld die in de winkel komt eind van dit jaar. 9,9 mm dun, plat. Ja, de platheid van het scherm betekent onbeperkte mogelijkheden in gebruik. Dus hetzij op een stand, zoals die hier staat, 40 inch, hetzij aan de wand. Er zijn al heel veel consumenten die een Full HD TV hebben of een HD Ready TV. En eigenlijk is het zo dat de ontwikkeling, we gaan steeds groter kijken. En op een groot beeld valt de matige kwaliteit van de kabel valt gewoon heel erg op. Hè? Het is onder de maat. En het voordeel is van High Definition uitzending, hè, wat ook volgend jaar meer gaat komen in Nederland, dat je 5 keer scherper kijkt. En de ervaring is misschien wel 10 keer beter. Ik denk aan Blu-ray, denk aan PlayStation 3. Dus ook de films die wij dadelijk gaan huren en kijken, zijn 5 keer scherper. Bij de platte tv en bij de nieuwe schilderij tv, daar wordt een wireless HD box bijgeleverd. En dat voorkomt dat alle kabels over de muur naar het scherm lopen. Dat is niet mooi. Dus het is interieurvriendelijk. Met de afstandsbediening, die ook op een radiofrequentie werkt, kan je dus de tv bedienen op alle manieren wat jij wil. En binnen een straal van 30 meter kan je alle signalen van ieder apparaat wat wij thuis op tv willen kijken, draadloos zien op het scherm in HD-kwaliteit. Er zitten 8 schilderijen ook ingebouwd vanuit de fabriek. Op het moment dat wij niet actief tv kijken, kan je hem gebruiken als fotolijst voor je leuke digitale foto's of als schilderij. Het interieur is belangrijk, waarom? Je ziet dus dat door middel van het lijst, schilderijlijst, je heel makkelijk deel uitmaakt van je interieur. In verschillende kleuren buitenlijst. Dit is aluminium, we hebben hem ook in het hout of in het zwart. Ook wij hebben veel meer Blu-ray spelers dit jaar in het assortiment. En het leuke is dat de nieuwe Blu-ray spelers hebben een internetaansluiting. En net als de PlayStation 3, je kan de film bekijken HD op het scherm, muziek, film wat je wil. Maar je kan ook de poort naar buiten via internet extra's bekijken, downloaden, de making of, ringtones. Je kan zelf deel uitmaken van een film. Dat heet BD Live, dus we gaan met Blu-ray een stap verder. Echt voor de toekomst. We hebben 2 soorten Vaio notebooks. We hebben de kleine lichtgewichten met een hele lange stand-by tijd voor bijvoorbeeld batterij, Vista Business erop, snel werken, anti-drop protectie. Dat zijn de zakelijke modellen. En we hebben ook de multimedia modellen, bijvoorbeeld met Blu-ray speler met een Full HD scherm of Blu-ray brander. Waar we 2 grafische kaarten ook hebben, kan je schakelen. Wil ik zwaar draaien en gamen, gebruik ik de ene grafische kaart. Dat kost wat meer batterij, energie. Schakel ik hem om, kan ik lekker lang werken. Gebruik ik hem niet intensief en gebruik mijn 2e grafische kaart. De software die erop zit is dat jouw filmpje importeer je in je Vaio. En de Vaio maakt er zelf een hele eindmontage van. Dus titels kan je inzetten, maar geluid, muziek, overgangen. Dus van jouw film van een half uur van je vakantie, trouwens, maakt hij een heel leuk aantrekkelijk filmpje van 5 minuten met een hele simpele handeling. Wat steeds meer een belangrijke rol speelt. Eigenlijk met ieder product, van de auto tot de tv, is hoe ziet het eruit? Dat is bijvoorbeeld deze serie, dat is een CR-serie van Vaio. In verschillende kleuren, zwart, wit, roze. Nou, dat spreekt het meeste wel aan. Maar een stukje bedieningsgemak is ook het toetsenbord. Want als je onderweg bent, je hebt Europese handen, ik heb zelf niet zulke grote handen. Je hebt misschien als vrouw lange nagels, dan hebben we een heel ergonomisch toetsenbord. Dus dikke vingers hebben we niet meer. Dus ook daar is over nagedacht.
dit zijn de nieuwe Cybershots fotocamera's, 10 megapixel bijvoorbeeld. En nou, kleuraspect natuurlijk, daar hebben we al over gesproken. Maar ook gebruiksgemak. Dus het voorkomt dat je nu met dicht oog op de foto staat. Want de camera maakt eigenlijk een foto op het moment dat wij de ogen open hebben. Daarnaast hebben we de Smile Shutter. Dus het leven verandert als we een Sony Cybershot kopen. Waarom? We hebben alleen nog maar foto's waar we lachen. Want op het moment dat we lachen, dan pas maakt deze Cybershot een foto. Dan kan hij ook nog verschil herkennen tussen kind en volwassenen. Hele andere mimiek, zo'n kleine op de schoot. Nou, op het moment dat de kleine lacht, dan willen we die foto. En dat kan deze ook aan herkenning.